Er is ook nog een hele bovenverdieping. Oh. Dat is jammer. Dat is jammer. Are you ready? Goedemorgen. Het is maandagochtend en leuk dat je kijkt. Oh. Dit is een nieuwe weekvlog. Ah, ik begin lekker gapend. Ik ben wel moe. Als je de vorige vlog hebt gezien, weet je dat Emma meer dan een week ziek is geweest. Ze hebben ook heel slecht geslapen. Nu gaat dat weer heel goed. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar we zijn er nog een beetje moe van. En we zijn ik en Daniel natuurlijk. Emma die gaat op zich wel oké. Maar ze heeft net een soort van ochtenddutje gedaan. Ze is een beetje aan het schuiven met de slaapjes. Maar ik weet het nog niet helemaal. Dus ik heb gewoon de oude ritme aangehouden. Maar ik legde haar op bed. Toen viel ze in slaap. Toen werd ze weer een beetje wakker. Ging ze spelen. En toen viel ze weer een beetje in slaap. En nu wordt ze weer wakker. Dus ze heeft niet heel goed geslapen. Maar dan kan ze straks gewoon weer een dutje doen. Ik neem je gewoon mee deze week. Dan gaan we nu Emma uit bed halen. Emmy. Meisje. Oh. Hey. Hoe heb je geslapen, meisje? Hey. Heb je wel geslapen? Wel even sowieso. Hey, kom je er lekker uit? Oeh, ruik ik een poepje misschien? Is dat het? Zo. Komt u maar, mevrouw. Heeft u een kleine poepje? Wie is die mooie baby? Zeg maar dag, mooie baby. Dag. Dat ben jij, hè? Zeg maar dag. Zwaai, dag. Ja, goed zo. Ik ga jou opeten. Nou, is dat inderdaad wat in je luiertje, Emmy? Zullen we beneden lekker fruit eten? Oh jongens, er is een libelle in huis. Ik weet niet hoe die hier komt. Oh. Dit soort momenten zeg ik altijd, Daan, help! Maar ja, die is werken natuurlijk. Kijken of ik hem naar buiten kan brengen. Oh, ik hou hier zo niet van. Zie je het? Hij moet even bij een raam of zo gaan zitten. Nu kan ik er niet bij. Kijk. Ik ga zo even naar boven met Emma. Mag zij op haar kamertje spelen. En dan ga ik even de deurknopjes van haar commode en haar kledingkast weer goed doen. Zoals jullie misschien wel weten, heeft ze hele leuke hazenknopjes. Maar die zaten niet goed vast. Je hebt zeg maar, dit pinnetje zat dus in het konijntje, maar die zat niet vast. Dus die heb ik nu vastgelijmd vanmorgen met 1 seconde lijm. En die ga ik dan weer vastdraaien in het kastje in de hoop dat ze nu wel goed blijven zitten. Want ze draaiden de hele tijd en dan hingen de kopjes naar beneden. Oh. Dus die ga ik zo weer eventjes goed hangen. Ga ik daar lekker spelen met Emma. En dan kan ze daarna slapen. Ga je slapen zo. En ze is lekker aan het spelen, hè meisje. Kijk, er ligt genoeg speelgoed. Dat kleedje is van mij trouwens hoor. Er ligt genoeg. Leuk speelgoed heb je altijd, hè. En we moeten de 9 maanden foto ook maken. Maar deze outfit had ze ook aan op de 8 maanden foto. Dus dat vind ik niet leuk. Dus eventjes van de week een keertje. De konijntjes zitten vast op 1 na. Die zitten wel vast. Ik ben er dus 1 vergeten te lijmen. Dus dat ga ik nog even doen. Van de week. Heeft geen haast. Maar het is halftafel, dus ik ga kijken. Emmy, wil je slapen? Ja, ik weet het even niet. Laten we in ieder geval even je knuffels opruimen. En dan gaan we gewoon kijken. Ziet er niet echt mooi uit, hè? Maar ja, je moet straks ook los, laat maar los, laat maar los, los, los. Dan doe ik zo weer mee naar het kinderdagverblijf. Zo. Ga het gewoon proberen. Thank you.
Goedemorgen, ik ben me aan het opmaken en ik dacht, ik let jullie even bij. Want ik heb gisteren niet gefilmd. Ik heb een heerlijk vlogvrij dagje gehad. En met Emma, we hebben wat boodschapjes gedaan en gewoon gespeeld. Het was echt heerlijk. Ik vind het af en toe even een fijn vlogvrij dagje. Wat ik in Emma's slaapjes heb gedaan, waar ik ook heel blij mee ben, is K2 ingeleverd voor onze account. Dus het gaat over belasting. Dus wat heb ik verdiend, wat heb ik uitgegeven. En dat is voor mijn YouTube kanaal niet zo spannend. Maar daar verdien ik niet zo heel veel mee. En dat geef ik ook niet zo heel veel geld voor uit. Maar wel met White Bike Jewelry natuurlijk. Dat loopt super lekker. En nou ja, als het super lekker loopt, komt er veel binnen. Maar komt er ook veel uit. Want er komen natuurlijk veel nieuwe bedels in. Ik heb laatst heel veel nieuwe oorbellen. Of nieuwe oorbellen. Weer wat de oorringetjes bijbesteld. Zodat die goed op voorraad zijn. Nou ja, enzovoort enzovoort. Dat was even een klus. Maar het is gedaan. Ook zijn wij aan het kijken voor een vakantie. We willen graag op vakantie met z'n drietjes. Daar heb ik heel veel zin in. En ja, ik wilde eigenlijk in Nederland. Dicht bij huis, mocht er dan wat, hè, met al die coronatoestand, mocht er wat zijn, zijn we zo thuis. Maar alles is gewoon vol, wat leuk is. We willen ja niet een of andere camping ergens waar niks leuks te doen is. Maar wat we tot nu toe, de plekken waar we wel ons leuk leek, was allemaal vol in de tijd dat wij willen gaan. Want ik heb 3 weken in de zomervakantie vrij. En daarvan kunnen we 2 weken de caravan van Daniels ouders lenen. Dus in die 2 weken willen we ergens weg. 10 dagen of zo zaten we nu aan te denken. Maar nu zijn we verplaatst naar Frankrijk. We hadden ook naar België gekeken, maar dat vonden wij nogal duur. Ja. Nou, ik weet niet wat ik aan het vertellen was, maar mijn batterij was op. Volgens mij iets met de belasting. Dat heb ik ingeleverd, dus dat is fijn. En nu ben ik weer met Emmy aan het spelen. Hey meisje! Maar, oh ja, of was ik over de fotoboeken aan het vertellen? Want hier, dit gedeelte in de kast, daar wil ik dus wat fotoboekjes leggen. Dus ik ben nu bezig met een fotoboek van onze bruiloft. Is al heel lang geleden, maar we hebben... Deze batterij is ook leeg. Ik snap het niet. Maar goed. Ja, daar was ik mee bezig. En toen werd Emma wakker en nu gaan we lekker spelen. Gisteren ging ze heel leuk overgooien, dus ik hoop dat ik dat nog kan filmen. Emmy, Emmy, Emmy. Nee, Emmy. Nee, overgooien. Negeer de camera. Negeer de camera. Ah, zo ziet de camera en dan wil ze met de camera spelen. Zo jammer, Emmy. Zo jammer, meisje. Want we gingen ze alleen overgooien. We gingen ze... Hier. Jongens, wat een ellende met al die batterijen. Maar deze doet het nu voorlopig, geloof ik. Ik ben ondertussen de kast aan het poetsen. Daniel was begonnen met heel goed boelen. Die haalde er echt een hele laag vanaf. Maar die heeft echt maar de halve kast nog niet eens gedaan. Dus ik dacht, ik ga nu verder, want dan kunnen we hem ook verzorgen. We hebben dit gekocht. Dit hadden we, ja, hebben we gevonden. Ik kreeg heel veel reacties ook op de vlog, maar ook op een Instagram foto met tips. Dus als dit niet werkt, dan kunnen we altijd die jullie tips nog gaan doen. Maar we hadden dit nu al in huis. Ik heb gisteren en vandaag ben ik bezig geweest met een fotoboek van onze bruiloft. Want dat hadden we in al die jaren, 4 jaar, nog nooit gedaan. En nou, die wilde ik dus voor in de kast. Maar ook omdat het gewoon leuk is om er af en toe in te bladeren. Ik heb ook echt genoten van het maken ervan. En vooral het terugzien van alle foto's. Dus die is nu onderweg. Heel spannend. Echt heel spannend. Dus als die binnen is, dan zal ik hem wel laten zien. Verder ligt Emma nog steeds te slapen. Die doet een lang slaapje. En ik ga zo werken. En vanavond komen vrienden gourmetten. Dus dat is wel heel erg leuk. We zouden eigenlijk gaan barbecuen, maar... Nou, het is niet heel lekker weer. Dat is voor nu de planning, dus ik denk dat jullie mij vanavond weer zien. Of zo. Ik ga boenen. Dit is echt naar werk. Hallo, het is zaterdag. En gisteren hebben we heel erg gezellig met 2 vrienden. Ik wou zeggen gebarbecued, maar dat was het idee. Maar het was niet zo heel lekker weer, dus we hebben gegourmet. Heel erg leuk. Echt lang geleden en sowieso is dat echt zo'n winterding. Dus het was heel erg leuk dat we dat nu konden doen. Ik zie dat het lichtinval echt vreselijk is, die puist. Die lijkt 3 keer groter. Kijk hoor.
Ik heb gewoon een keer een goed statiefje nodig. Ja, dit is beter. Dit is beter. Maar het was heel, heel gezellig. En lang geleden ook dat er vrienden te eten kwamen met corona en zo. En Emma deed ook heel erg goed. Zou je net zien dat als er mensen te eten zijn dat zij zich gaat misdragen. Maar nou, het was echt een perfect avondje. Echt gezellig. Ik wilde even aan jullie nieuwe kleren laten zien. Zoals jullie weten mag ik wel iets bij Chiquelle uitzoeken. En nu mocht dat weer. En ik heb dit hele leuke shirt. Daniel loopt ondertussen langs. Bah. Oh, dat is best eng eigenlijk. Want je zag jou niet aankomen. Ja. Deze dus. En dit vooral de kleur heel erg leuk. Maar ook het ritje. Je kan hem natuurlijk helemaal open doen. Maar je kan hem ook helemaal dicht doen. Dat vind ik zelf bij mij niet zo mooi staan. Dat helemaal open kan. Maar ik vind juist. Ja, dit. Kijk, dit vind ik heel erg leuk. Dus hier ben ik heel blij mee. Dit is ook een one size fits all. En dat heeft Chiquelle wel eens vaker met deze stofjes. En wat het dan is. Hoe breder je bent, hoe korter het shirt wordt. Snap je? Dus het is echt wel, vind ik, redelijk one size fits all. Maar dan wordt hij dus wat korter. En deze gaat prima. Hij komt bij mij ja, echt tot hier, zeg maar. Tot mijn broek. Dus dat is voor mij perfect. Ook heb ik dit gele shirt. En ik vond het op de site er heel mooi uitzien. Ik heb hem ook aangehad en hij is ook heel mooi. Maar ik had gehoopt dat je dit zonder BH kon dragen. Want het is zeg maar een dubbele stof, best wel een dikke stof, maar hij schijnt door. Dus ja, dat vind ik niet zo heel erg chill. Maar verder, ik vind de kleur heel erg mooi en ik vind dit gewoon heel erg mooi. Maar dan vind ik dat het mooiste als er geen BH-bandje onder zit. Dus moet je of een strapless BH doen of wel die bandjes. Dus als je een goede strapless BH hebt, is dit een hele mooie. Heel mooi shirtje, maar hij schijnt dus een beetje door. Verder heb ik ook nog een nieuw sportsetje uitgezocht. Want ik heb twee sportsetjes van Chiquelle met lange leggings. Maar toen dacht ik, het wordt alleen maar warmer. En dan kom ik in zo'n lange legging aan. En we sporten nu buiten. En ik dacht, ja, dat is niet te doen. Dus ik dacht, ik kijk even of ik een kort broekje kan vinden bij Chiquelle. Want ik ben echt dol op hun sportkleding. Ik zit heel hoog in de taille. Dus dat vind ik lekker. Dan kruipt het niet omhoog of naar beneden. Het blijft ook goed zitten tijdens het sporten. En ik heb nu dit korte broekje. En ja, dit is zo elastisch. En dit zit echt zo lekker. Ja, tenminste, ik heb deze nog niet aangehad, maar die ander. Ik heb deze in een L. En van broeken draag ik normaal XL. Maar ze hebben geen XL bij Chiquelle, maar dit past prima. En van deze heb ik ook een L. En die is ook prima. Ik draag haar nu borstvoeding geven nog een gewone BH ook onder. Omdat ik gewoon wat grotere borsten heb en wat zwaardere borsten, vind ik dat nu nog fijn. Maar uiteindelijk hoeft dat ook niet. Dus dat is dan deze top erbij. Kijk, dus dat is heel erg leuk. En ik doe daar wel altijd een wijd shirt overheen. Omdat ik gewoon dat blote stuk van mijn buik ja, niet zo heel chill vind. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Kan ik lekker sporten als het warm weer wordt. En dus dit is wat ik van Chiquelle heb gekregen. Ik ben er heel blij mee. Mocht je nou zeggen, oh, ik wil ook iets bij Chiquelle kopen. Doe het vooral. Ik vind het kwalitatief ook altijd wel goed. Ik moet wel zeggen dat voor de wat grotere maten, dus M, L, soms XL, is het vaak uitverkocht of hebben ze het niet. Dus ja, daar moet je wel even goed op letten. Maar als je iets wil bestellen, gebruik dan mijn kortingscode. Dit is hem. Hij is anders dan normaal, dus let daar even op. En ja, veel shopplezier als je iets gaat kopen. En deel het vooral even met me als je je aankoopjes binnen hebt. Dan gaan wij nu chillen. Wat gaan we doen, Daan? Weet het niet. Want Emma die slaapt nu. En vanmiddag hebben we twee verjaardagen. En we wilden nog even naar een kringloop. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ja, het wordt een lekker dagje. Het wordt ook weer wat lekkerder weer. Dus dat maakt me ook altijd weer wat vrolijker. Wie is er wakker? Heb je lekker geslapen? En ze gaat nu echt lekker met haar fruit. Dus ze eet het nu heel veel op de Rapley methode. Voorheen ras betekent ook nog vaak. Maar die banaan gaat heel goed. Ik had laatst pruimen en kersen, die gingen ook heel goed. En nu ga ik meloen doen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Want dat is natuurlijk iets harder. Maar dat gaan we zien. En anders heeft ze gewoon een banaantje al op. Hé, Emmy, dan heb je in ieder geval gevuld buikie. Het is wel lekker zacht. Kijk eens. Of dat lukt. Kijk zo in. Mmm!
Oh, en ze heeft een nieuwe slabber van de Zeeman om. Ik denk wel echt dat het ideaal is. Wat jij, Em? Ja. Je hebt nu ook geen kersen, hè? Kersen. Oh! Kersen geven zulke vieze vlekken. Banaan en meloen niet. Kijk eens. Goed zo. Hé, hey, lekker meloentje. Nou, we rijden net aan bij de kringloop. We zijn bij een kringloop in Leerdam. Maar er staan nu dus al mensen buiten te wachten. Ik denk vanwege de coronamaatregelen dat mensen... Anders doen of zo. Ja. Kawas. Maar er is hier niet echt iets, hè? Het is een soort industrieterrein. We zitten even te kijken, het regent ook een beetje. Ik heb geen zin om uren daar buiten te staan. Hoe ver is het centrum van Leerdam? Oh, daar haken al twee mensen af. Ja, anders gaan we gewoon, wachten we even in de auto. Ja, we zitten hier zo in de auto. Nee, maar wat is jouw idee? Weet ik niet. Ik dacht even naar de karwei. Kijken of het er leuk uitziet. Ja, het ziet er wel leuk uit. Ja, toch? Ja. Dat is jammer. Nee. Zullen we even naar de karwei gaan of zo? Ja. Heb je daar zin in? Nee. Eigenlijk niet. Karwei, ook karwei is wel leuk. Waar is de karwei dan? Aan de overkant van de rotonde daar zo. Oké, rijd er maar heen. Dan gaan we daarna wel weer terug hier naartoe. Ja, precies. Oké, nou. Eerst even naar de karwei en dan gaan we weer terug. Nou, we zijn er. Kijk wat er allemaal is hoor, dit is elektriciteit. Dat hebben we meestal niet echt nodig. Er is ook nog een hele bovenverdieping. Leuk. Die stoel is leuk. Zo'n meubels, gordijnen. Grote meubels. Nee? Leuk, zo'n oude kinderstoel. Dat is wel mooi, ruim opgezet ook. Dit is ook leuk, een stapelbed met eronder een bureau. Of in een studentenhuis of voor een tienermeisje. Leuk. Ik vind dit soort dingen ook altijd leuk, zo'n klein vitrinekastje. Deze is maar 15 euro. Hij is donkergrijs. Leuk. Oh, die is ook mooi. Pippie. Leuk. Nou, leuk. We hebben een mandje vol en we gaan naar de kassa. Hebben jullie best wel goed meegenomen volgens mij? Is dat... Ja, dat is goed. Want het was best wel druk. Vind ik toch een beetje awkward. Maar ik dacht, ik heb het over voor jullie. We hebben echt hele leuke dingen gekocht. Bij de karwei hebben we niks gekocht. Maar daarboven
zat een Sports World. Daan? Ja. Helpen? Ja, en die had uitverkoop. Maar die had niet echt, ook wel sportdingen, maar ook andere dingen. Dus daar zijn we ook heel goed geslaagd. Dat was 70% korting op heel veel dingen. En in de kringloop zijn we ook geslaagd. Zal ik het nu laten zien? Is dat leuk, Daan? Dat is wel leuk. Ik doe eerst de andere winkel even. Bij de Sports World hadden we als eerst... Het grootste is dit tentje. Dit is zo'n tentje voor op het strand, wat dan het zand en de wind tegenhoudt. Ik dacht, dat is heel handig. Ook als we op vakantie gaan straks. Daar hebben we ook een heel leuk badpak voor Emma gekocht. Ik vind hem echt zo leuk. En het is een soort fluffy stofje, dus het is echt mega zacht. Heel erg leuk. En dan van die roesjes bij de beentjes zo. Heel schattig. Ook een zonnebril, maar ik weet even niet waar die zonnebril is. Dan hadden ze dus ook van Neemit spullen. En dit kooltruitje hadden ze in 86. Dus als ze 1 tot 1,5 jaar is. Dus dat is een beetje van de winter. Dus dat vond ik wel leuk. En dit boek. Emma op vakantie. Echt heel leuk. En het is een boek zonder tekst. Dus je kan zelf kan je de platen bedenken. En het zijn halve pagina's. Zodat je dus, nou ja, het verhaaltje... Ik hoop dat je het snapt, dat is wel leuk. Voor het eerst heb ik ook voor Emma kleding bij de kringloop gehad. Voor mijzelf hadden ze niet zoveel. Maar ik dacht, ik kan ook wel eens bij de babykleding kijken. Als ze wat leuks hebben. En ze hadden wel een leuk setje. Dit shirtje, dit roze shirtje. En dan dacht ik, leuk met dit broekje er zo bij. Dit kan ze nou over een tijdje aan. Is maar 80. Dus dat duurt niet heel lang. Maar ik vond deze wel heel leuk. Dan hebben we deze. Ik zei, dit is heel leuk. Er zitten 3 van die vakken. I can't. Dit heeft dan 3 vakken. Ik dacht, dit is leuk. Bijvoorbeeld gisteren gingen we gourmetten. Er staan er allemaal bakjes op tafel. Maar dan is dit leuk. Eentje met ui, eentje met champignons. Nou ja, zoiets. Of als je tapashapjes gaat doen. En ook deze. Het zijn 2 verschillende, maar wel allebei hetzelfde idee, zeg maar. Dus die waren leuk. Die waren 1,50 per stuk. Dan wil ik in de slaapkamer binnenkort een soort mini makeover doen. En daar had ik dit bakje voor. In een soort rekje is dat leuk. En dit schaaltje. Dit is ook leuk voor foto's voor White Back Jewelry. Dat neem ik dan ook altijd in mijn achterhoofd mee. En we hebben nog deze vaas. Ik dacht, dat is leuk als we een paar bloemetjes hebben. Dan kunnen die mooi hierin. En die was 1,50. Dus dat vond ik echt leuk. Oh ja, die bakjes waren allebei 75 cent. Oh ja, en we hebben, die ligt hier, een kinderstoel voor in de auto voor Emma als ze dus wat groter is. Daar waren we een beetje naar op zoek. Volgens mij mag dat pas vanaf 15 maanden, zo'n grote kinderzit. Maar dan hebben we die vast. Dan zetten we die op schouder, maken we hem even schoon. Dus dat is wel heel erg leuk. En dat is alles wat we hebben gekocht. Goed geslaagd wel. Je had niet echt iets gevonden, hè dan? Per se. Ja, die luieremmer kunnen we even vertellen. Oh ja. Ja, we zagen zo'n luieremmer dat als je hem dan zo dicht doet dat hij afgesloten wordt, zodat het minder stinkt. Ik vind dat toch een beetje viezig. Ik vind heel veel prima tweedehands. Je maakt het schoon en het is schoon. Maar zo'n luieremmer, ik wist het niet helemaal. Daniel zei, ja, dat kan toch prima. Maar ik dacht, ja, dat vind ik toch, ik weet niet. Ja, dat vind ik lastig. Dus die hebben we uiteindelijk ook niet genomen. Ja. Dus we hebben goed geslaagd, leuk. Nou, inmiddels... Oh, wat loopt die creepy achter me aan? Ik had het niet eens door. Inmiddels is het 9:15 en zijn we al even thuis. Het was heel gezellig. Ik ga weer even een statiefje zoeken. Waar had ik jullie nou net op gezet? Ja. Zoiets. Het was heel gezellig. Eerst natuurlijk bij mijn neefje. Dat was leuk. Emma heeft daar geslapen en dat ging heel goed. Dat was heel erg leuk natuurlijk. De kindjes van mijn zussen waren er ook. En mijn ouders. Nou, het was gewoon heel gezellig. En echt weer een beetje als vanouds. Het was wel minder druk dan normaal bij hun verjaardagen. Het was echt familie en nog 2 andere mensen. Dat ze het verspreid deden. En daarna zijn we doorgegaan naar een vriendin. En dat vind ik altijd een beetje spannend. Omdat wij de enige in die vriendengroep zijn met een kindje. En we hebben Emma gewoon meegenomen. En die deed het super goed. Emma die was echt zoet en schattig. En daar ben ik dan zo blij mee. Maar ik ben natuurlijk in maart jarig geweest. En toen ging mijn verjaardag niet door. Heb ik die last minute afgezegd vanwege corona. Omdat ik vond het toch spannend. En wij waren verkouden. Nou ja, misschien herinner je dat nog wel uit de vlog. En de vriendengroep
hadden al wel een cadeautje gekocht. En die van vriendin had gekocht met, nou ja, had geld ingezameld, bladibladibla. Dus dat wilde ik nog even aan jullie laten zien. Sowieso had ik Happy Socks, maar ik weet even niet waar ik die heb gelaten. Maar ik had Happy Socks gekregen. Deze met pizza's, heel erg leuk. Die ga ik bij de trap leggen. Kan ik die of even wassen of even aandoen. Dan ga ik even kijken. En ik had, je kan het niet zo goed zien, dit rek gehad. Zo ziet hij er dus uit. Voor boven mijn werk, in mijn werkkamer boven mijn bureau. Die had ik dus op mijn lijstje staan. Ik was het alweer vergeten. En laatst had ik hem bijna zelf gekocht. Maar goed dat ik het niet had gedaan. En ik heb een Lushbox gehad. Echt heel erg leuk. En ik zag dat er allemaal baddingen in zitten. 3 baddingen. Het is de Happy Days. Of deze. Kijk deze. En hier, dit is het kaartje wat erin zit. Er zitten 2 bath bombs in en 2 bubble bars. En ik vind allebei echt geweldig. En ik vind die doos ook altijd prachtig. En het ruikt zo lekker. Oh. Dus ik kan niet wachten om hem open te maken. Dit vind ik ook altijd leuk. Oh, dat is leuk om te weten. Dit is gemaakt van, ik wil zeggen aardappelzetmeel, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Deze kan je of gewoon met water, ja, wordt het dan vloeibaar. Of je kan het in je groenafval gooien. Dus dat is wel echt leuk. Want hier staan nog de beschrijvingen en zo. Ik ga even graaien. Deze, ik weet niet of ik deze wel eens heb gehad. Zo'n bekende. Oh, lekker. Een beetje, ja. Fris. Oeh, deze ziet er ook mooi uit. Oh, ik ben hier zo dol op. Dit is Groovy Kind of Love. Ik denk dat ik deze morgen ga doen. Oh, ik wil hem even ruiken trouwens nog. Lekker. Oh, er zit wel wat poeder in mijn neus. Even kijken. De comforter, die is sowieso lekker. En creamy candy. Ook heel lekker. Oh, lekker zoet ook. En van die eerste 2 krijg je dus gewoon effect in je bad. En lekkere geur en kleur. En van die laatste 2 ook bubbels. En ik vind allebei altijd heel erg lekker. Dus morgen ga ik er lekker met eentje in bad. En nu gaan wij gewoon lekker even hier nog zuigen en dweilen. En dan lekker slapen of nog even een filmpje kijken. In ieder geval chill. Maar het was een hele fijne dag. Oh, heerlijk. Hallo, het is inmiddels zondag 11:15. Ik heb de kast gepoetst weer vanmorgen met Emma bij me. Dat was wel gezellig. Dus ik hoop dat we hem dan binnenkort met die meubeline heette het zo, daarmee kunnen bewerken. Dat dat voor onze vakantie gedaan is. Want Emmy, we gaan op vakantie! Gisteravond heb ik Daniel een vakantie geboekt. We gaan met de caravan van Daniels ouders naar Frankrijk. Heel erg leuk. 10 dagen. Dus ja, leuk. Maar dat betekent deze week knallen. Dat alles ingepakt is. En opgeruimd en klaar. En nou ja, we gaan het meemaken. Wij gaan nu lekker in bad. Dat zei ik gisteren al met een Lush ding. Maar eerst ga ik met Emma in bad. En dan doe ik er geen bruisbal nog in. Maar daarna... Daarna wel. Daar gaat ie. Wow. Emma, kijk mee. Mooie kleuren. Vind je het mooi? No, kwel. Kwel, maar verder. Regenboog, M. Mooi. Nou jongens, we zijn ergens bij een natuurgebiedje. En we gaan daar straks wat drinken op het terras. Maar daarvoor gaan we even fietsen. En de eerste keer fietsen met Emma, dat vind ik echt heel erg leuk. We doen een klein stukje... Ja, vind je het ook leuk? We doen een klein stukje, want ik heb eigenlijk sinds de bevalling nog last van mijn stuitje. Zeker als ik fiets, of voornamelijk als ik fiets. Dus we doen een klein stukje. Ja, dat vind ik wel jammer, maar morgen ga ik naar de fysio. Dus in de volgende vlog kan je zien dat ik daarvoor naar de fysio ga. Mocht je daar ook last van hebben, dan hoor ik of er iets aan te doen is en wat er aan te doen is. Maar nu gaan we eerst een stukje fietsen. Are you ready? Let's go!
Jongens, jullie konden zien dat we gingen fietsen. Het was heel leuk. Emma vond het windscherm leuker dan het fietsen zelf. En we hebben echt maar kort gefietst, want ik had daarna last van mijn stuitje. Inmiddels heb ik de kast in de meubeline. Volgens mij heet het zo. Meubeline, ja. In de meubeline gezet. Het stinkt heel erg. Dus we hebben hier de deur open. En aan de andere kant ook. Het is echt een beetje een heftige geur. En dat willen we voor Emma ook niet. En nu gaan we gourmetten weer. Want we hadden nog best wel veel over. Dus ik zei, laten we gewoon lekker gourmetten. Maar dit doen we dus vanwege de stank. Lekker buiten. Het is een soort barbecue. Maar dan ja, is het toch sneller. Emma is een beetje moe. En ze krijgt 2 tandjes erbij. Dus dat is ook wel heftig voor haar. Ik ga even Emma's eten maken. En dan gaan we ook lekker eten. Oeh, en niet te vergeten, ik heb onze nieuwe schaal ingebruikt. Kijk hoe leuk dit staat. Ik vind het echt leuk daar ook hoor. Zo, het gourmet was echt heerlijk. Emma was een beetje pieperig, maar ja, 2 nieuwe tandjes en ja, sneu. Wij zijn nog even wat klusjes aan het doen. We hadden natuurlijk de kast gedaan en zo. We hebben een lijstje met alle klusjes die we willen doen. En ik zei, ik vind het gewoon chill als in ieder geval niet alles, maar veel van die lijsten is gedaan voor we op vakantie gaan. Dat het huis schoon is, al die klusjes op orde zijn. Ja, dat geeft me dan zo'n voldaan gevoel. En dan ook als je terugkomt, dat je dan in een heerlijk huis terugkomt. En ik had die dus gehad gisteren voor mijn verjaardag, dus die wil ik eigenlijk ook even ophangen. Maar ja, daar heb ik Daniel voor nodig, want het is met boren en zo. En Daniel is met Emma. Hé, hey, papa niet aan het helpen. Heb je een luier uit de kast getrokken? Ik kom met een luier aan. Oh fijn, van papa in zijn broek plast. Ja, dat gebeurt wel eens. Maar Daniel die is dus het snoer, kijk, aan het vastmaken. Want er loopt hier een snoer van daar naar de badkamer. Maar de badkamer zit daar. Dus dan is het snoer vast. Dat is ook met zuigen fijner en het ziet er gewoon mooi uit. Want hij ligt nu zo los. Dat is niet zo mooi. Kom. Hoeveel stenen heb ik in mijn hand? 2? Ja. Dus dat. Daan, zal ik vast aftekenen waar die gaten moeten? Ja, ik ben een waterpas ook gevonden. Nee, maar die heb jij op je telefoon, of niet? Nee. Oh. Niet echt. Waar heb jij een waterpas? Dat zijn die dingen. Die staat volgens mij midden in de schuur. Ja. Er staat een IKEA-bank. Ja. Er zit een soort kapsel bij. Ja, ja, daar dus. Oké, okay, ga ik even kijken. Onder, hè? Daaronder dan. Ja, ik doe de deur weer dicht. Voordat Emma hier de gang op gaat. En in haar slaapkamer is niks wat ze, waar ze kwaad mee kan. Ja, het ergste is die luier die ze dan pakt. Boeien. Op zoek naar de waterpas. Nou, ik ga even zoeken, jongen. Ik heb het nog niet gevonden, maar ik heb even een leuke anekdote. Want oeh, zon schijnt in mijn gezicht. Ik heb een leuke anekdote. Ik zag deze bakjes. Vroeger als wij op vakantie gingen, mochten mijn zussen en ik heb 2 zussen, mochten wij zo'n bakje vullen met speelgoed. En dat mochten we dan meenemen. Echt slim bedacht van mijn ouders. Maar ik vond dat natuurlijk veel te weinig. Ik had 2 poppen. Daar speelde ik heel graag mee. Maar ik wilde dan ook beetje spaghetti's mee. En nog dit mee. En dat. Ik wil dat heel veel meenemen. Ik hou daar gewoon van. Nog steeds. En ik mocht dan mijn poppen wel los meenemen, want die passen niet in die bak. Maar ja, ik wilde natuurlijk ook al de popkleertjes meenemen. Dus wat ik dan vaak deed, is zei ik, ja, ze moeten de slaapzak aan, want ze moeten slapen in de auto. En dan propte ik die hele slaapzak vol met allemaal poppenkleertjes. Dus zo smokkelde ik dan extra speelgoed mee. Ja, een leuk verhaal. Voor Emma nu doen we gewoon alles in de auto. We hebben een hele grote auto, dus we proppen hem gewoon lekker vol. En als ze ooit wat ouder wordt, moet ze het denk ik ook beperken. Maar ja, ik vond dat stiekem een leuk verhaal om even te delen. Ik kan echt die waterpas niet vinden. Ik kan hem niet vinden, Daan. Ja, jammer. Ja, waar Remy? Oh, die kei. Ik kan niet vinden hem. En er kwam een mot uit de gereedschap. Ja, er zaten 2 motten. Yes. Maar waar kan die zijn dan? Ja, ik ga daar nog even kijken. Nog okay. Nou jongens, met het avondzonnetje en het boorgeluid van Daniel op de achtergrond sluit ik vast de vlog af. Die hangt scheef hoor. Het is dus niet dat je denkt dat het rekje niet scheef hangt.
Ik hoop dat je het leuk vond om deze vlog weer te zien. En ik hoop ook dat je volgende week kijkt. Dan zie je alle voorbereidingen voor de vakantie. Dus vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En dan zeg ik fijne week en tot volgende week. En ik zal zo nog even een eindshot laten zien hoor van het rekje. Doei! Oh.